De onderzoeksraad voor veiligheid onderzocht op welke manier in Nederland is omgegaan met de coronacrisis. Hier vertel ik over het eerste deel van ons onderzoek. Dat gaat over het eerste halfjaar van de crisis en over de vraag hoe Nederland was voorbereid. De coronacrisis begon als een gezondheidscrisis, maar binnen enkele weken werd het ook in Nederland een crisis van ongekende omvang. Met grote maatschappelijke gevolgen, bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven en het onderwijs. Gezond of ongezond, iedereen had ermee te maken. De Onderzoeksraad wil antwoord op de volgende vraag. Waarom is het gegaan zoals het is gegaan en vooral wat valt daarvan te leren? Hiervoor hebben we heel veel mensen gesproken en honderdduizenden documenten opgevraagd en gelezen. Was Nederland voorbereid op een pandemie? De overheid dacht van wel. Er waren draaiboeken en er was geoefend in verschillende regio's met een virusuitbraak. Alleen was dat oefenen niet gericht op een langdurige landelijke of zelfs wereldwijde crisis. Een dergelijke pandemie was ook al bijna 100 jaar niet meer voorgekomen. De onbekendheid met het virus, hoe het zich verspreidt, hoe besmettelijk het was, hoe ziek je ervan wordt, zorgde dat zowel de overheid als de zorg in die eerste maanden heel veel moesten improviseren. Terwijl het virus zich razendsnel verspreidde, was er al snel een tekort aan personeel, testen, bedden en persoonlijke beschermingsmiddelen. U herinnert zich nog wel de tekorten aan mondkapjes. Ziekenhuizen gingen coronapatiënten verdelen. Dat was nieuw. Niet eerder waren zorgorganisaties zo afhankelijk van elkaar bij de zorg voor patiënten en het verdelen van de middelen. De minister van Volksgezondheid kreeg vanuit de wet de leiding over deze gezondheidscrisis, maar had niet de bevoegdheden om zorginstellingen en organisaties zoals de GGD rechtstreeks aan te sturen. Omdat het ministerie daarnaast niet over de juiste kennis en expertise beschikte, was het voor een goede aanpak erg afhankelijk van mensen in de zorg. Het afstemmen en samenwerken met nieuwe partijen leidde tot soms extra druk en onbegrip. Het kabinet stelde drie doelen voor de crisisbeheersing. In de eerste plaats weten hoe het virus zich verspreidt. Twee, bescherming van de kwetsbaren. En als derde, het ontlasten van de ziekenhuizen. Wij zien in ons onderzoek dat de focus vooral lag op dat laatste doel. Na de eerste weken kregen we steeds meer delen van de maatschappij met de gevolgen van de crisis te maken. Denk aan sluiting van restaurants, cafés, kapperscholen, sportscholen en het niet doorgaan van evenementen. Toch bleef het kabinet de aandacht voor de virusbestrijding en de bezetting van IC-bedden centraal stellen. Het Outbreak Management Team, dat we kennen als het OMT, was de belangrijkste adviseur van de overheid. De voorzitter van het OMT werd bij bijna alle overleggen betrokken. Wij concluderen dat het kabinet zich eerder door andere adviseurs had moeten laten informeren en adviseren over andere thema's, zoals eenzaamheid, mentale gevolgen en leerachterstanden. Doordat de pandemie lang duurt en steeds meer partijen een rol kregen in de bestrijding van de crisis, werden de crisisteams van de overheid steeds groter. Snelle en daadkrachtige besluitvorming werd daardoor lastiger. En al snel ontstonden extra informele vergaderingen, zoals het torentjesoverleg en het katshuisoverleg, waardoor het niet meer helder was waar nu de besluiten werden genomen. Een van de doelstellingen van het kabinet was het beschermen van kwetsbaren. De crisisaanpak richtte zich in eerste instantie vooral op de kwetsbare mensen in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen. Problemen bij bijvoorbeeld verpleeghuizen kregen niet genoeg aandacht, terwijl juist daar kwetsbare mensen wonen. Het duurde lang voordat ook personeel en bewoners van de verpleeghuizen voldoende bescherming kregen. Verpleeghuizen gingen op slot om deze mensen te beschermen. Dit was een moeilijke beslissing omdat contact met naasten en familie natuurlijk enorm belangrijk is. Door personeel, familie en bewoners werden soms creatieve oplossingen gevonden om toch contact te houden. Iedere crisis kent kwetsbare groepen en dat kan in elke crisis een andere groep zijn. Het is dus belangrijk om snel te weten wie dat zijn en daar steeds weer aandacht voor te hebben. Ook keek de onderzoeksraad naar de crisis communicatie. De persconferenties van de minister-president en de minister van Volksgezondheid hebben vanaf het begin van de crisis de toon gezet. Die waren belangrijk om iedereen te informeren en op te roepen de afgekondigde maatregelen ook echt op te volgen. Eerst was het draagvlak daarvoor hoog, maar dat veranderde naarmate de crisis voortduurde. Sommige groepen in de samenleving werden met de informatie niet bereikt, waren het niet eens met de maatregelen of voelden zich niet gehoord. De manier waarop werd gecommuniceerd en wat er werd verteld, sloot niet altijd goed aan bij de verschillende groepen in de samenleving. Daarvoor zou de overheid meer kunnen luisteren naar de zorgen en behoeften die er zijn. Minder stellig, meer duidelijk vertellen over wat je niet weet over het verloop van de crisis, zorgt voor de realistische verwachtingen bij het publiek over wat er nog kan komen. Je kan stellen, het is makkelijk praten achteraf. Toch is de Onderzoeksraad ervan overtuigd dat we door lessen te trekken uit het verleden, we beter voorbereid zijn op de toekomst. In ons onderzoek zagen we dat iedereen, overheids- en zorgpartijen, keihard heeft gewerkt aan het bestrijden van de coronacrisis. In een crisis met deze omvang moet de overheid onvermijdelijk improviseren. Maar bij een langdurige crisis is het dan wel nodig regelmatig terug te kijken. Om te kijken of het gaat zoals verwacht en gehoopt, en daarvan te leren. En vooruit te kijken om jezelf goed voor te bereiden op mee- en tegenvallers. Ook geven we aan dat het goed is om naast de acute crisisaanpak je als overheid steeds te laten adviseren over de lange termijn strategie en dat mee te laten wegen in besluiten. Bij een crisis moeten de rollen van adviseur en beslissers beter gescheiden blijven. Ook als je de dingen niet precies weet, is het belangrijk om dat te vertellen. Onzekerheid is nu eenmaal verbonden aan crisis. Het gesprek blijven voeren met de samenleving kan bijdragen aan het behouden van draagvlak voor de aanpak. Vanaf september 2020 kwam de coronacrisis in een volgende fase. In ons volgende deelonderzoek gaan we in op specifieke maatregelen zoals vaccinatie, mondkapjesplicht, avondklok en scholensluiting. Naar verwachting komt ons tweede rapport in de tweede helft van dit jaar. thank you